Almeloos Feestje, de club die de eerste oefenwedstrijd van Heracles van het seizoen al 8 jaar naar het voetbalterrein van AVC Heracles aan de Bornse Straat haalt, doneert ieder jaar een deel van de opbrengst van de wedstrijd aan een goed doel. Dit jaar was dat de Stichting De Eethoek. Ik mag de eer nemen om jullie de cheque te overhandigen van Almeloos Feestje, van de opbrengst. En die wou ik jullie graag overhandigen. Zo. Kijkt u eens. Nou, dat is een behoorlijk bedrag, ja, zeg. Alsjeblieft. Ja, alsjeblieft. Ja, kunnen jullie vast wel wat moois mee. Ja, daar zijn we heel erg blij mee. Ja, dankjewel. Ja. Wat is dat eigenlijk, Almeloos Feestje? Een enthousiaste groep Heracles supporters die de allereerste oefenwedstrijd van Heracles Almelo organiseert in de voorbereiding op het nieuwe Eredivisie seizoen. En wat heeft Almeloos Feestje dan met de Eethoek van uitstaande? Nou, op zich weinig. Het was voor mij ook nieuw. Ik las een stuk over de Stichting De Eethoek in het Almeloos Weekblad. En wij geven elk jaar een deel van de opbrengst weg aan een goed doel. En dit leek ons voor dit jaar een heel mooi goed doel. Echt mensen die goed een paar cent extra kunnen gebruiken. En ik denk heel goed werk leveren. Vandaar onze keuze. €1800. Ja, sta er versteld van. Wat een bedrag. Wat gaan jullie mee doen? En dit gaat natuurlijk naar Stichting De Eethoek en dan gaan we maaltijden voor koken. Gewoon zoals we normaal ook altijd doen. Ja, jullie koken maaltijden. Ja, dat doen veel huismoeders en huisvaders. Maar voor wie koken jullie? Wij koken voor 50 gasten. Die komen elke week, 2 keer in de week, elke dinsdag en vrijdag. Waarvan 23 kinderen. En die komen dus een gratis maaltijd bij ons nuttigen. Ja. Is dat nodig, gratis? Ja, dat is echt nodig. Ja. Ja. Ook in de zomer en in de winter? Ja. Ja, wij koken constant. Mensen hebben geen vrij van armoede. Dus dat is onze beweegreden om altijd open te zijn. Ja. Ja, we zijn ongeveer met 10 vrijwilligers die constant aan het werk zijn op de vloer. En dat is van tafels dekken tot koken, aardappels schillen, noem maar op. Zijn we allemaal, doen we samen. Ja. Dus, wij zitten bij Stichting Speeltuin Nieuwland. En dat zit in de Steffensweg. En daar huren wij een zaal en een keuken. En daar koken we dan 2 keer in de week.